Hallo en welkom bij de walkthrough van mijn game voor graphics programming. Ik ben Baptiste de Boete en de game die ik nu zal tonen is een physics puzzler. En wat je hier ziet is mijn eerste puzzel. A en D is om links en rechts te bewegen. Spatie is om te springen. En met de rechtermuisknop kan je objecten vastnemen en er rondslepen. Wat je hier ook ziet is een force field. Ik heb verschillende force fields. Dit specifieke force field blokkeert enkel physics objecten, maar characters bijvoorbeeld niet, dus die zakken erdoor. Van de ene crate naar de andere springen om dan erdoor te raken. Dit is ook zo'n force field, het blokkeert enkel physics objecten. Oké, wat je hier ziet is een tweede soort force field. Deze blokkeert alle objecten, dus zowel character als physics objecten. En dit is de derde soort. Dit blokkeert enkel het karakter, maar geen physics objecten. Het volgende deel van deze puzzel is om deze power core tussen deze twee grijphaken te leggen. Om hier het energy field te disable, zodat ik naar beneden kan springen. En dan komen we bij de laatste puzzel. De laatste puzzel bestaat uit drie kratten. Die allemaal blijven drijven op een force field. En de bedoeling is simpelweg dat je op de volgende rand raakt. Door van krat naar krat naar krat te springen. Bedankt voor jullie aandacht. Dit was mijn game.